Bij Kawe bekijken we de nieuwe camperserie Crown, een integraal camper op basis van de nieuwe Mercedes Sprinter met voorwielaandrijving. Kawe bouwt bijzondere producten die speciaal worden bedacht om de koude Scandinavische winters te doorstaan. Ze hebben dikkere wanden, vloeren en daken en die zijn geïsoleerd met EcoPrim, een zeer hoogwaardig soort schuim met een hogere isolatiewaarde. Daarnaast zijn de wanden, dak en vloer een stuk dikker dan bij gewone campers. Standaard zijn alle kabels voorzien van al de vloeistofverwarming die net als thuis de warmte door radiateuren aan de lucht afgeeft. Standaard zijn ook alle kabels voorzien van vloerverwarming. Al die luxe maakt de Kawe campers wel wat zwaarder. Je moet dan ook een C-rijbewijs hebben om ze te mogen besturen. Hier staat de Crown 810 LQB, een model dat 8,10 meter lang is en in deze uitvoering slechts twee assen heeft. Uiteraard voorzien van een dubbele bodem en in dit geval een queensbed. Voorin is de camper standaard van een tweepersoons hefbed voorzien, dat optioneel door kastjes kan worden vervangen. We zien verder een gecombineerde douche en toilet, een riante keuken, leren bekleding in het ruime zitgedeelte en natuurlijk het luxe Mercedes dashboard. Maar bekijk vooral ook even het nieuwe gezicht van deze integraal camper. Stoer Zweeds met een tikkeltje Volvo en eigen LED-koplampen. De Kawe Crown serie zal bij ons worden geïntroduceerd tijdens de Kamperen Caravan Jaarbeurs en gaat ongeveer 180.000 euro kosten. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan een duimpje. Druk even op abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dat belletje zorgt ervoor dat je van ons geen enkele video meer hoeft te missen. Bam!